En de bond bij de douane heeft vanmorgen voor haar leden een informatieve woningbeurs gehouden in het La La Roux-gebouw. Het doel van deze beurs is om de leden te informeren over hoe in aanmerking te komen voor een woning. Bondsvoorzitter Joyce de Vlug zegt dat zowel de douaniers die al jaren werken en de jongeren die na hun in dienst zijn gekomen of nog bij hun ouders inwonen of in een huurhuis wonen, in aanmerking komen. Wij als bondsleden proberen het leed te verzachten door onze leden aan te geven hoe zij in aanmerking kunnen komen voor een woning. Het is namens de minister ook van Financiën, minister Hoefdraad, hebben we een aantal overlegmomenten gehad om te kijken hoe invulling hieraan te geven voor de douane. En wij zijn dus ten aanzien van onze projecten Concordia, zijn we tot het gezamenlijk besluit gekomen dat dit veel te duur gaat uitvallen en één de bond gaat het niet kunnen opbrengen. En echt, we kunnen niet aan de minister gaan trekken daarvoor. En toen is het voorstel gekomen tot eventueel een ruil. Een ruil in die zin waarbij de ambtenaren dan direct kunnen beschikken over een perceel met woning gefinancierd door de SPSB. En we hebben dat behandeld op de ALV in juli 2018 om toestemming te krijgen van de ALV, van de leden, als zij akkoord gaan met zo'n voorstel. En de leden zijn allemaal akkoord gegaan met zo'n voorstel. De aanwezige medewerkers zijn vol lof van het initiatief van de bond en kijken er naast de geut naar het moment dat ze eigen woning kunnen hebben. Ja, ik vind het een heel goed initiatief. We hebben al lang gewacht op zo'n beweging, zo'n dag. Dus ik ben ook niet zo lang geleden in de douane-organisatie gestapt. Dus ik vind dat een goed idee. Dus ik zie meteen een beweging, een verandering richting ontwikkeling. Ja, ik vind het goed. Ja, voorlopig zijn we in een huurhuis. Ik zei dan in een huurhuis. En dan, ik zeg van als je nu niet begint, wanneer ga je beginnen? Nu heb je de kans. Grijp maar met beide handen. Ik hoop dat ze in de aanmerking komen. Het is een heel mooi initiatief. We hebben heel lang erop gewacht en het is eindelijk zover gekomen. En zijn jullie tevreden met de voorstellen die naar voren zijn gekomen en de type woningen? Ja, helemaal, helemaal. Want zoals de voorzitter al zei, ons eigen project eigenlijk, die we eigenlijk op highway hebben, als we dat zouden moeten doen, zou het duurder komen te staan, ons duurder komen te staan en het zou nog een tijdje duren. En vanwege het aantal leden en ook de vraag en woningnood die er ook is en huishuur betalen, dan is deze optie het beste. Enkele douaniers vanmorgen tijdens de informatie woningbeurs, georganiseerd door de bond bij de douane. De info woningbeurs is gehouden in het La La Roux-gebouw.